Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianatoren. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Bij Jules de Muis, hij is je vriendje. En Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen. Het avontuur achterna met u en Julia. Maar één nachtje slapen. Ik ben zo benieuwd wat voor cadeautjes ik allemaal zou krijgen. Oh, hallo meneer Kaasgraaf. Hey Jul, wat kijk jij vrolijk? Ja, nog maar even en dan is het groot feest. Hallo mevrouw Suikerspin. Hey, dag Jul. Het suikerspinhuisje is er ook al helemaal klaar voor, zie ik. Ja, van deze blinkende toonbank kan ik straks weer heerlijke suikerspinnen en popcorn verkopen. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel het grote feest morgen. Wat leuk. Hebben wij een feest morgen? Ja. Dat wist ik niet. Wat vieren wij dan? Nee, niks. Laat maar. Dag, Jul. Veel plezier vandaag! Heya! Hoi, Julia! Hey, Jul! Kijk! Dat was leuk, hè? Hey, wat is er? Heb je geen zin om mee te gaan spelen? Mevrouw Suikerspin is het vergeten! Wat is ze vergeten, Jul? Maar weet je dan niet wat voor dag het morgen is? Jawel, een hele leuke dag! Inderdaad! Net als iedere andere dag. Hè? Oh. Wat bedoel je nou, Jul? Oh, laat maar. Het is niks. Kom, we gaan aan meneer Kaas gaan vragen of hij met ons meegaat in de achtbaan. Oké. Kom, Jul. Ja. Hey, baas. Die muizen gaan die achtbaan in. Mag ik met ze mee? Nee, natuurlijk niet, sukkel. Nee, natuurlijk niet, sukkel. Ach, ik laat jou mijn plannetje niet voor de tweede keer verpesten. Nou, dat is wel al meer dan twee keer gelukt, hè? Hou je mond, oliebol. Het gaat erom dat wij heel voorzichtig zijn. Als wij de baas van dat pretpark willen worden, dan moeten wij ervoor zorgen dat niemand weet dat wij hier zijn. Ja, hier! Wat een goed idee, baas. Maar hoe gaan we dat dan doen? Dat zal ik je laten zien. Kom mee. Ja. Maar zorg dat niemand je ziet. Want als iemand erachter komt waar we mee bezig zijn, dan is ons plannetje mislukt. Uiteraard, meneer. Wie zaken doet met mij, kan ervan uitgaan dat niemand iets zal merken. Dat is goed om te horen. Oh, fijn om je gesproken te hebben. Dag! Hoi, meneer Kaasgraaf. Julia, ik heb je even nodig. Kom je even met me mee? Oké. Okay. Het lijkt wel alsof iedereen mij vergeten is. Oh. Oh. Dit is een goede plek. Oké, vertel me. Heeft Jul iets door, denk je? Ik denk het niet. Weet je het zeker? Nou, volgens mij echt niet, meneer Kaasgraaf. Mooi. Gelukkig maar. Ik vind het wel een beetje zielig. Kunnen we het hem niet gewoon vertellen? Nee, dat kan echt niet. Als Jul erachter komt waar we mee bezig zijn, dan zou dat een ramp betekenen. Dan is ons plan mislukt. Oh. Niemand mag hier iets van weten. Is dat afgesproken?
Ja, meneer Kaasgraaf. Afgesproken. Mooi. Nou, ga jij maar snel naar de toren en zorg dat Jules nergens achterkomt, oké? En neem hem maar mee in de achtbaan of in het reuzengat. Oké. Oh, en Julia? Heb jij dat gehoord? Nee, baas. Ik hoor je niet zo goed. Want die kinderen spuiten steeds water in mijn oren. Stil nou toch. Straks horen ze ons. Ach, die domme kaasschaaf en dat muizenmeisje zijn heel wat van plan. Oh, en wat dan? Ja, dat weet ik niet. Maar het is iets heel geheimzinnigs. Want niemand mag het weten. Oh, dat is een goed idee, baas. Lekker wat eten. Nee, oliebol. Nou, nog lekkerder. Ach, ze zijn met iets bezig. Ja. En ik moet erachter zien te komen wat. Patat! Meneer Kaasgraaf, ja, ik ben hier de baas. Met meneer Kaasgraaf? Nee, niemand luistert mee, zeg het maar. Dat klopt, ik ben op zoek naar een kanon. Een kanon? Zo groot mogelijk. Daar kun je voor zorgen. Mooi. Zorg wel dat je niet gezien wordt, want niemand mag hier iets van weten. Is dat afgesproken? Mooi zo. Tot dan. Meneer Kaasgraaf, die is heel wat van plan. Nou, wat dan? Dat weet ik nog niet. Hij voert iets in zijn schild. He? Ik moet weten waar hij mee bezig is. Maar wij willen toch de baas worden van dat pretpark? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar die Kaasgraaf, die heeft een geheim. En ik moet eerst weten wat dat geheim is. De volgende keer in Jules en Julia en het grote verjaardagsfeest. Morgen vieren wij de verjaardag van Jules. Is dat het geheim van die kaasschaaf? Een verjaardagsfeest? Ik zat te denken. Ja? Zou je morgen met mij willen gaan picknicken in het bos? Oh. Heeft u al een cadeau? Een cadeau? Misschien ben ik het een klein beetje vergeten. Een heel klein beetje maar. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Familiepretpark Julianatoren.